Storing en ontslaging in Twitter, Musk is gewoon respectloos. Het is je vast niet ontgaan, maar Twitter had vandaag last van een storing waardoor gebruikers hun gebruikelijke stroom aan berichten niet kunnen zien. Onder andere op de Nederlandse site Storingen.nl was een piek te zien in het aantal meldingen van problemen met het sociale medium. De technische problemen volgen enkele dagen na een nieuwe ontslagronde bij Twitter, waarbij werknemers van de technische ondersteuning naar huis moesten. Twitter heeft dit weekend opnieuw minimaal 50 werknemers ontslagen, melden Amerikaanse media. Daar zouden ook werknemers voor technische ondersteuning en productontwikkeling bij zitten. Volgens de New York Times kwamen sommige werknemers erachter toen ze niet meer in hun mail konden. Een medewerker die eerlijk tegen Twitterbaas Elon Musk durfde te zijn, zou op staande voet zijn ontslagen. Vorig jaar kocht Musk voor $44 miljard het social media bedrijf. Vlak na de aankoop van het bedrijf ontsloeg topman Musk grofweg de helft van al het personeel. Hij wordt steeds extremer en gaat steeds vreemdere dingen doen, zegt tech-investeerder Janneke Niessen in een interview bij het NPO 1 radioprogramma Geld of Je Leven. Als je ziet hoe hij mensen ontslaat, dan vind ik dat heel onprofessioneel. Hij komt afspraken niet na. Hij betaalt de huur niet. Hij beschuldigt mensen op Twitter van dingen, waar vervolgens zijn hele trollenleger achteraan gaat. Ook aan tafel zit tech-ondernemer Ben van der Burg. Bij SpaceX huurde hij de 100 slimste mensen van de wereld in, die raketten konden bouwen. Ze moesten werken van 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds en ook op zaterdag. Hij kreeg het dus voor elkaar dat mensen zo hard voor hem werken en dan bereik je wel wat, vertelt Van der Burg. Naast zijn bewondering voor de manier van zaken doen van Elon Musk, heeft Van der Burg ook kritiek. Hij is natuurlijk niet goed voor mensen, dat moet je zeker meenemen. Duurzaamheid en inclusiviteit is ook belangrijk, vindt hij. Niessen gaat daarin mee. Hameren op hard werken is niet erg, vindt ze. Mensen kunnen zelf de keuze maken of ze hard willen werken of niet, maar Musk is gewoon respectloos, stelt ze. Op de startpagina van Twitter waren onder andere problemen bij de feed, die normalitair in chronologische volgorde berichten weergeeft van gevolgde accounts. Sommige gebruikers kregen op deze pagina telkens een welkomstbericht te zien en kregen vooral suggesties voor andere accounts die ze kunnen volgen. Maar gelukkig zijn de problemen inmiddels opgelost. Junior Maruwa, @JuniorMaruwa, maart 1, 2023.